Wij gaan uit bij het beoordelen van Friese paard van het fokdoel van het KVPS. We gaan niet dat hele fokdoel voorlezen, we zullen dat in een paar steekwoorden zullen we na gaan lopen. Maar hier staat in ieder geval de hoofdlijn, een functioneel gebouwd gebruikspaard met Friese raskenmerken. Gezond en vitaal staat voorop. Goed voor de sport, met een betrouwbaar karakter, ook dat wordt nadrukkelijk genoemd en bewerkbaar. Componenten dus van dat fokdoel zijn met name op de eerste plaats, en dat is door de ledenraad vooropgezet, gezondheid en vitaliteit. Nou, is dat niet iets wat we echt beoordelen in de ring? We kijken natuurlijk wel of we een gezond paard voor onze neus hebben, maar we gaan geen onderzoek daarna doen. Vervolgens willen we een paard hebben met een goed karakter, wat betrouwbaar is, wat voor je wil werken, voor je wil gaan. Daarna komt pas het als derde dus het exterieur, met als onderdelen rastype, bouw en beenwerk. En vervolgens natuurlijk de beweging, stappen eraf. We gaan die onderdelen, exterieur en beweging, die gaan we nalopen. Dat is dus ook de volgorde van onze beoordeling. Wat er in die ring in een paar minuten gebeurt, is dat we nalopen, rastype, bouw, beenwerk, stappen eraf. 5 onderdelen en voor alle 5 onderdelen geven we cijfers. En aan de hand van die cijfers bepalen we dan op het eind de premie. We beginnen even met rastype. Wat valt er onder rastype? Onder rastype, dan kijken we op de eerste plaats naar het hoofd. We willen een mooi hoofd hebben. Ik zal dadelijk even uitleggen wat we graag willen zien. We willen een goede lichte hoofd-halsverbinding. De hals hebben we eisen aan, die beoordelen we. Het behang, de kleur, sierlijke beleiding. Dat zijn dus de 6 onderdelen die horen bij het onderwerp rastype. En daar beginnen we mee. Dus hebben we heel strikte protocol, heel strikte volgorde waarin we het paard beoordelen, wat we nalopen, zodat we niks vergeten en dat we alles op zijn waarde weten schatten bij het juiste onderwerp. Hoe willen we het hoofd hebben? We willen een mooi hoofd, maar wat betekent mooi? Een edel hoofd. Wat betekent een edelsprekend hoofd? Nou, dat het klein is en uitdrukkingsvol. We willen graag 2 grote ogen zien. Uit elkaar, ver uit elkaar, glanzende ogen, sprekende ogen. Verder moet het neusbeen moet een tikkeltje hol zijn. Zeker niet opbollend. We willen kaken hebben die wel afgetekend zijn, maar niet te zwaar. Kleine oren met de puntjes naar elkaar toe. Dan willen we graag ruime neusgaten en een goede mondspleet dat de bit ook hoog genoeg kan zijn. Op die onderdelen, daarop beoordelen we de kwaliteit van het hoofd. Vooral die grote ogen en dat deukje in de neuslijn zijn heel erg belangrijk. Hier hebben we 2 mooie tekeningen. Het vorige was trouwens ook al, dit was ook een mooi sprekend hoofd. Je ziet glanzende sprekende ogen, die oortjes naar voren, attent, puntjes naar elkaar. En hier hebben we nog 2 mooie voorbeelden van edele hoofden. Vooral ook de linker heeft hele mooie en de rechter ook hele mooie kleine oortjes. En ook een klein deukje. Dus dit zijn hele goede voorbeelden. Dit zijn positief genoteerde hoofden. En overigens, het rechter is natuurlijk sowieso een heel mooi rastype. Anders, daar gaan we nu verder over kijken naar de hals, behang en dat soort zaken. Dit zijn 2 hoofden die minder mooi zijn. Die willen we niet graag zien. Onedel hoofd. Dit is wat we noemen een ramshoofd. Als je kijkt ook hier naar de neuslijn. Ja, mijn lampje doet het helaas niet. De neuslijn die is niet hol, maar die is een beetje opbollend. Dat noemen we een ramshoofd. Dat is dus scoort negatief in de beoordeling. En ook een linker is een onedel hoofd. Ook enigszins ramshoofd. Een beetje een grof hoofd. Dat is niet wat we willen zien. Mooi klein hoofd. Dat is wat we graag zien. Het vervolg is, we gaan door naar het volgende deel, dat is de hoofd-halsverbinding. De hoofd-halsverbinding, ik heb hier 2 voorbeelden, een mooi voorbeeld en een verkeerd voorbeeld. We willen hebben een lange nek. De nek is het bovenste deel van de hals, dat deel tussen de oren. Eigenlijk de eerste wervel van die hele wervelkolom. En dan zie je dus hier het hele grote verschil. Je kunt hier heel goed de knobbeltje zien. Dit is dus een hele korte hals.
En daarboven zie je een hele lange hals. Een lange hals heeft als voordeel dat hij makkelijk kan afbuigen. Als die hals verticaal wordt, en dat willen we graag zien, dan moet dat hoofd toch verticaal kunnen zijn. Dan moet je afbuigvermogen hebben. Dat wil dus zeggen dat je een lange nek wilt hebben en dat je lichte hoofd-halsverbinding, lichte uitsnijding. Deze uitsnijding hier moet licht zijn. Dit is een hele zware uitsnijding. Deze is heel diep, die is heel licht. Dus we willen eentje hebben met een lange nek, een lichte hoofd-halsverbinding en ruimte met name bij die keelgang. Dan moeten geen speekse klieren in de weg zitten. Hij moet zichzelf niet tegenkomen. Want als hij daar die speekse klieren zit, dan kan hij niet goed afbuigen. En dan krijgt hij weerstand. Dan gaat hij weerstand vertonen. Dus dan is hij heel moeilijk om te besturen. De nek is eigenlijk de eerste wervel. Dat kun je eigenlijk bijna altijd, is altijd de eerste wervel. Ja, en dat kun je hier duidelijk eigenlijk zien. Bij deze is het ook heel mooi te zien. Dat is dat hele kleine stukje. Maar die moet dus lang zijn. Het gaat dus eigenlijk om de goede hoofd-halsbinding. Het gaat over het afbuigvermogen van het hoofd. Voor mooi aanzien is dat belangrijk. Goed. Dan het volgende onderdeel is de hals. De hals is ook deel van het rastype. Wat willen we zien? We gaan over de lengte, de richting en de vorm van de hals hebben. De lengte, we willen een lange hals zien. En veel oprichting, dus bijna verticaal. Dat is heel belangrijk. We moeten een trots paard in de ring zien komen. De hals moet hoog uit de borst komen, dus niet te zware hals, lichte hals. En mooi gebogen manenkam aan de bovenkant. Dus zoals bij deze, een supermooi verticaal gericht, mooi gebogen kap, mooi gebogen manenkam. Dat is echt een hele mooie halsvorm, een hele mooie halsrichting en halslengte. En ook een mooi hoofdje. Dus cijfers scoort, dit paard scoort heel hoog als het gaat om rastypen. Ik ga wat snel, nu misschien alvast vooraf. Op de website kun je vinden, als je gaat naar kvs.nl, log in. En dan ga je naar Mijn Paarden. En dan zie je een kolom staan waaronder staat de online beoordelingscursus. Alle onderdelen staan uitgewerkt naar een uur per onderdeel. Dus rastypes wordt een uur aan besteed om allerlei voorbeelden te geven wat hoort bij rastypen. En daarna ook bij bouw enzovoort. Daar kunt u daarna nog heel veel dingen goed nalezen. Goed, dit is de hals. Dit is een heel mooi voorbeeld. Nou, halslengte, hier heb je drie voorbeelden. De één is wat lang, de tweede is gemiddeld en de derde is kort. Kort is dus minder gewenst, lang wordt positief beoordeeld. En dan hebben we het over de halsrichting. We willen een bijna verticale hals. We noemen dat verticaal, want het is natuurlijk niet echt verticaal. Dat is te veel. Veel oprichting. De tweede is gemiddeld en de derde is horizontaal. Horizontaal wordt negatief beoordeeld. Dit zijn de halsvormen. De eerste is de mooie hals. De hals met veel oprichting en veel lengte en ook een mooie gebogen manenkam. De tweede is wat we noemen een hertenhals, een ongewenste halsvorm. Wat is daar ongewenst aan? Die is van boven, is die recht, en heeft onderhals, dat is ongewenst. En deze heeft ook een korte nek. Die drie samen vormen de hertenhals. Dus korte hoofdhals met een korte nek, van boven recht en aan de onderkant. We noemen het ook een soort een omgekeerde hals. Hij is van onderen gewelfd in plaats van de bovenkant. De tweede is een horizontale hals, komt ook iets dieper uit de borst trouwens. Deze is hier wat zwaar aangezet. Dit is een rechte hals van boven rechts, ook niet gewenst. En de laatste lijkt mooi, maar dat is toch een halsvorm die wij liever niet zien. Dat is een zwanenhals. Wat is daar fout aan? Die is te veel gebogen. Te is ook niet goed. Dat wil zeggen, die zet te gemakkelijk zijn kin tegen de borst aan en dan is je onhanteerbaar. Het hoogste punt moet niet ergens in de manenkam zitten, maar moet eigenlijk tussen de oren zitten, zoals bij de eerste. Nou, hier een paar vormen. De linker is wat aan de korte kant, wel mooie oprichting. De tweede heeft ook mooie oprichting, heeft mooie lengte, maar is van de bovenkant wat recht en aan de onderkant heeft de onderhals, dus minder. De eerste is kort, de tweede is minder gewenste vorm. Hier nog eentje, die is horizontaal en die is aan de bovenkant ook wat recht. En de derde, of deze vierde moet ik zeggen, die heeft een erg lange hals. Misschien wat bijna te lang. We willen ook geen giraffen fokken natuurlijk. En die heeft ook een onderhals, dus ook niet mooi.
Dus dat is toch ook niet echt de hals gewenst. Hij is erg lang, misschien een beetje te lang. Goed verticaal, dat is wel gewenst. Misschien wel iets te verticaal bijna. Je moet ook niet te veel van het goede hebben. Dat is ook wel niet gewenst. Nou, deze, de linker, die komt heel mooi hoog uit de borst. Dus die is niet diep. Je moet hier plaats hebben voor het tuig natuurlijk. Dus die moet hoog uit de borst komen. Deze komt veel lager uit de borst. Hier heb je geen plaats om het tuig, het borsttuig te hangen. Nou, hier heb je nog eentje met onderhals, wel een goede richting, maar dat is ook duidelijk een hertenhals. Onderhals, van de bovenkant bijna recht. En ook korte nek, te weinig vermogen om af te buigen. En rechts heb je een zwanenhals, te ver doorgebogen. Het hoogste punt ligt niet meer bij tussen de oren, maar ligt ergens bij de manenkam. Als dat een keer het hengst zo mooi doet om zich stoer voor te doen, dan is dat mooi. Maar als dat de natuurlijke houding is, dan is dat minder gewenst. Wat ook niet gewenst is, is een instabiele manenkam. Als je er van achter naar op kijkt, we bekijken dat altijd op stand, dan lopen we er ook achterlangs, dan kijken we even over die manenkam heen. Links heb je een klein C'tje, een kleine welving in die lijn. De tweede is duidelijk een dubbele boog, zit er naar deze kant en daar naar die kant. En deze kam die is helemaal omgekiept, omgevallen. Dat is zeker niet wenselijk. Nou, geven geen aftrek in het zijverrastype bij dit soort situaties. Maar hij kan een maximale premie krijgen. Als je een 4-jarige hebt met een vallende manenkam, wordt hij niet opgenomen. Maar heb je een 12-jarige met een C-lijn, dan kan hij best een kroon of zelfs model worden. Dus het hangt af van de leeftijd en de mate waarin. En daar hebben we helemaal een tabelletje voor. Het gaat te ver om dat nu helemaal uiteen te doen. Maar wij hebben dat tabelletje bij de hand en dan kijken we even, wat is de maximale premie die we kunnen geven. Verder behang, ja, we willen natuurlijk heel veel behang zien bij de Friese paarden. En behang, dat is te zien bij de manen uiteraard, de voorpluk, de staart, dikke staart, lang ook, en mooie sokken. Staart het op de grond is niet iets wat we willen. In sommige landen vinden ze dat mooi, voor shows. Ik vind het persoonlijk niet mooi, het is niet verboden, maar je hebt alleen maar het risico dat je de haren verliest. Ik zou dat nooit doen. Dus wel lang en wel dik, maar niet te. Dus manen, staarten, sokken, die willen we royaal hebben, dik en lang hebben. En uiteraard alles gitzwart. Het behang allemaal gitzwart, maar ook het dek gitzwart. Dan kan het voorkomen dat in de zomerdag, ook dat die onder invloed van de zon en het zweet, dat ze wat bruiner gaan worden. Als wij keuren, kijken we altijd op de eerste plaats naar de manen, want die veranderen niet van kleuren. Zitten daar bruine haren in, dan weten we dat ze in de zomerdag ook bruiner worden. In de winterdag, nu zijn ze allemaal echt heel mooi zwart, maar er zitten bruine haren soms wel in de manen. Zijn dat er veel, dan weten we dat die zomerdag ook bruiner wordt. Dus dat is wat we beoordelen. Goed, aftekening, nog even zo'n bijzonder onderwerp. Wij willen eigenlijk liefst geen aftekening, maar aftekening is toegestaan als dat is tussen de ooglijn, boven de ooglijn en dan maximaal 3 centimeter groot. Dat is toegestaan. Wit aan de zolen is ook toegestaan, witte plekken. Meer is niet toegestaan. Als ze meer wit hebben, worden ze niet opgenomen. Veulens krijgen geen premies. En paarden die later voor opname komen, worden niet opgenomen. Ook is dus niet toegestaan, dus deze is duidelijk te groot. We hebben allemaal een schijfje bij ons als we keuren. Leggen we erop eventueel om te controleren of het niet te groot is. En in Nederland is iedereen wel gewaarschuwd. In het buitenland zien we toch nog zo dat ze dat niet zo goed weten. En dat we paarden aantreffen met iets te veel wit. Hier zie je veel witte haren op de koot. Is niet toegestaan. Hier zit een wit plek aan de zijkant. Dit is uitvergroot. Is niet toegestaan. Daar zie je redelijk veel witte haren. Noem het stekelharig. Op het kruis. Op de achterkant. Niet toegestaan. Dus een plek met veel witte haren, noemen we stekelharig, is niet toegestaan. Paarden worden niet opgenomen. Wat wel toegestaan is, als een paard wit krijgt door een verwonding, bijvoorbeeld op peesbeschermers door een zadel, dan is dat geen probleem. Maar dan moet er wel een document bij zitten van de dierenarts waarin eigenlijk dat redelijk verklaard wordt. Goed. Het zesde onderdeel is... Sorry.
Maar dan die witte haren mogen dan niet bij de coat. Hoe bedoelt u dan die witte plek op de zool? Als je de onderkant van de hoef kijkt, zitten soms in de zool, daar kunnen soms witte plekken zitten. Ja, soms zelfs hele witte zolen. En dat is bij het hengst niet gewenst. Dan moet er al een hele goede zijn, een paar witte plekken. Mag misschien, maar dan moet hij heel goed zijn verder. Want dat is toch een negatief punt wat hij moet compenseren. Bij merries is dat een minder bezwaarlijk punt, dus die worden gewoon normaal goedgekeurd. Het laatste punt bij rastypen is de sierlijke beleiding. We willen een paard hebben wat de totaliteits... We noemen dat ook wel barok. Sommigen denken bij barok aan zware beesten. Nee, barok meent sierlijk beleiding. Mooi, fraai. Ronde beleidingen. Geen hoekige, geen uitstekende benen. Ja, geen hoekige beleiding. Ook geen deuk in de manenkam. Dat zie je soms dadelijk, heb ik een voorbeeld. We willen dus ronde vormen. Eigenlijk, ik noem dat wel eens het moderne barok. Licht gebouwd paard, niet het zware barok. Licht gebouwd paard, maar wel met mooie sierlijke beleidingen. Rijk versierd. Dat was het rastype. Dan het tweede onderdeel. Als we dat bekeken hebben, geven we daarvoor een cijfer. Dan komt de bouw, heel belangrijk, functionele bouw. Bouw staat in dienst van functionaliteit van het Friese paard, het gebruik. Wij willen in eerste plaats kijken naar het totaalplaatje en daarna naar de onderdelen. We willen een evenredig, harmonisch gebouwd paard. Ik zal dadelijk even laten zien wat ik daarmee bedoel. Een rechthoeksmodel, een paard wat dus horizontaal is in de romprichting of liefst een beetje opwaarts gebouwd. Lang gelijnd, niet kort beknopt paardje. Hoogbenig, dus lange benen. Licht gebouwd, geen zware type meer voor de sport. Willen we toch voor het gebruik, willen liever dat lichter gebouwde paard hebben. En een paard met jeugduitstraling. Er jeugdig uitzien is een kwaliteit. Dat geldt ook voor mensen, dat geldt ook voor beesten, dat geldt ook voor onze mooie paarden. Een paard van 3 jaar moet eruit zien als een 3-jarige, niet als een 10-jarige. En het moet natuurlijk sterke verbinding hebben tussen de verschillende onderdelen en een goede bespiering. Een bespiering kun je trainen. Nou, dit is wat ik bedoel met evenredig gebouwd. Je trekt een lijn achter het schouderblad, loopt zo achter het schouderblad. Hier voor het heupbeen trek je ook een lijn. Heb je 3 delen, die 3 delen moeten ongeveer even lang zijn. Elk deel moet 1/3 van het totaal zijn. Dan hebben we het rompmodel. We willen graag een rechthoeksmodel hebben, een paard dat iets langer is dan hoog. Waarom? Dan kan het mooi in de lengte veel makkelijker buigen en ook de bovenlijn veel mooier buigen. En de bovenlijn moet hij gebruiken bij de beweging, want die wordt continu. We willen hebben lichaamsgebruik. Dat zijn de dingen die bij het totaalplaatje hoort. Hier heb je 2 mooie voorbeelden. Rechts een rechthoeksmodel, links sorry, een rechthoeksmodel. Meer lang dan hoog, iets meer natuurlijk niet te veel. En rechts is een vierkantsmodel. Als je die gaat meten, de lengte en de hoogte is dat gelijk. En die is dus veel minder soepel in het gebruik. Romprichting, ja, links hebben we duidelijk een neerwaarts paard. Als je kijkt, de romprichting moet je een beetje inschatten. Je moet dus niet naar de bovenlijn kijken, maar het zwaartepunt van de romp zo'n beetje kijken. In het midden, die is ongeveer horizontaal. Misschien nog een tikkertje neerwaarts, eerlijk gezegd, als ik het goed kijk. En de rechtse is zeker horizontaal, misschien een tikkertje opwaarts. We willen graag die horizontaal of iets opwaarts paard hebben. Het gemiddelde paard is altijd iets neerwaarts. Maar we willen toe naar die horizontale paarden. Waarom willen we toe naar die horizontale paarden? Als je een horizontaal paard hebt die je kan reizen in de voorhand, vertrekken, kan hij die voorbenen mooi uitbrengen. En eerlijk gezegd, dat zo dat achterbeen is. Dan gaat dat achterbeen is al naar onderen gericht. We kunnen een paard wat dus tot draging kan komen, wat met die achterbenen onder de massa kan komen en mooi tot draging en tot balans kan komen. Dus een horizontaal paard heeft een heel groot voordeel in de beweging. Een paard wat neerwaarts gebouwd is, zal heel moeilijk op die achterhand komen en zal heel moeilijk voor die voorbenen uit kunnen leggen. Die loopt in de grond. Ja, hier heb je het. De doel van die horizontale bouw is dus niet zozeer het mooie, maar het functionele. Dat is namelijk dat hij makkelijker opwaarts kan gaan in de beweging en dus veel mooier zijn voorbenen uit kan leggen en de achterbenen onder de massa kan krijgen.
We willen een hoogbenig paard. En hoe constateren we dat? Hoe meet je dat eventueel? Hier heb je de elleboog. Kijk naar de elleboogsknobbel, de hoogte van de elleboogsknobbel. Je kijkt ook van de elleboogsknobbel naar het hoogste punt van de schoft. En de lengte van de elleboog tot aan de grond moet meer zijn dan de lengte van de elleboog tot aan de schoft. Dan hebben we een hoogbenig paard. Een paard dus met niet te diepe romp, lichter gebouwd. Al dat gewicht heb je niks aan. En wel lang voorbenen, want voorbenen geven ruimte. Nou, hier heb je twee voorbeelden. Links een mooi hoogbenig paard. Rechts wat meer klassieker paard. Zwaarder paard, zwaar gebouwd ook. Kort voorbeen, zware romp. En die heeft zich een bouw tegen als je moet gaan bewegen. Door karakter en door training kan hij misschien heel goed worden. Maar die heeft wel meer moeite om zover te komen. Als je kijkt naar Toto, dat is een van onze beste paarden die we ooit gehad hebben. Die had op zich ook helemaal niet zo lang voorbeen. En had ook een vrij diepe romp. Maar door zijn karakter en wilskracht en bespiering, zijn werkbaarheid, was dat een toppaard. Dus, maar die heeft wel meer moeite om zijn minpunt in de bouw te compenseren. Goed, hier hebben we twee heel mooie voorbeelden. Links een modern lange lijn paard, groot raamwerk, dat wil zeggen er past een groot raamwerk omheen. Die zijn dus, hebben lengte in hun lijf op alle mogelijke manieren. Hoogbenig, licht gebouwd en is ook horizontaal in zijn romprichting. Dat is een bouw die we graag willen hebben. Rechts meer een klassieker type, wat zwaarder, wat beknopter, dus kortere lijnen. En ook nog zwaar gebouwd en ook nog iets neerwaarts. Dan hebben we het nog niet eens over zijn rug gehad. Nou, hier nog een paar voorbeelden. Links een paard dat veel te veel gewicht op de voorhand heeft gebouwd. En al dat gewicht moet hij omhoog brengen als hij opwaarts wil gaan. Dus heeft zijn bouw ook tegen. En rechts een paard dat neerwaarts is. En dus ook, je kunt ook zeggen, hij is hoog in het kruis. Of hij is overbouwd. Dat zijn meer de oude termen. Tegenwoordig hebben we meer over romprichting opwaarts of neerwaarts. Of horizontaal. Als we die hoofdlijnen gezien hebben, dan gaan we kijken naar de details van voor tot achteraan. Hoofd-halsbeen is ook functioneel, ze hoort ook een beetje bij ras en bij bouw en de halslengte. Maar we gaan dan verder met de schouderligging, schoft, rug, lende en kruis. Laten we daar even naar kijken. De schouder, links een tekening. Je moet eigenlijk naar de botstructuur kijken. Het schouderblad met in het midden een kam eroverheen. De schouderblad maakt een hoek met een horizontale lijn van ongeveer 45-50 graden. Dan heb je een mooi schuine schouder. Die is belangrijk, want dan is veel makkelijker dat been naar voren te brengen. Hij moet voldoende lang zijn. En ook belangrijk, heel belangrijk zelfs, is de hoek hier in het schoudergewricht, de boeg. De hoek tussen de schouderblad en de bovenarm, die moet ook 90 graden zijn. Of liefst nog een beetje meer. Want als die hoek wat groter is, dan komt dat been zo te liggen. Dan komt dat been verder naar voren en is er dus minder gewicht op het voorbeen. En dan is dat been nog makkelijker naar voren uit te dragen. Dus onthoud in ieder geval, een schuine schouder is een groot voordeel voor het voorbeengebruik. Hier hebben we een paar voorbeelden. Links dus een vrij schuine schouder, zou nog iets schuiner kunnen eerlijk gezegd. En rechts een vrij steile schouder, een steile schouder is dus negatief. Zo'n paard zal ook bijna altijd onderstandig staan met zijn benen onder zijn lijf en zal dus heel veel moeite hebben om omhoog te komen. Nou, dan gaan we het hebben over de bovenlijn, de drie onderdelen, de schoft, rug en de lende. De lende die beginnen waar de ribben ophouden. De wervels die daarna komen zijn de lendenwervels. En dus je hebt de rug en dan de lende. Goed, de schoft. De schoft moet genoeg hoog zijn, moet goed ontwikkeld zijn, noemen we dat. Moet lang, ver doorlopen in de rug. En het moet dus met vloeiende overgangen zijn. Dat heeft natuurlijk, we willen die sierlijke beleiding houden. Even de tijd een beetje mee in de gaten houden. Goed, nou hier heb je een voorbeeld van een sterk ontwikkelde schoft. Eigenlijk niet mooi meer. Want de overgang naar de manenkam is niet meer vloeiend. Er zit daar een knikje. En dat werkt dus negatief in de beleiding. Dat werkt dus negatief in het rastype. Sterk ontwikkelde schoft. Goed doorlopende rug. Maar eigenlijk bijna te. Daar hoort in ieder geval een betere manenkam bij. Zodat die vloeiend wordt. Nou, rechts is een schoft die vrij
kort is, vrij weinig ontwikkeld is. Hij moet hoger zijn en hij moet langer doorlopen in de rug. Dan komen we naar de rug. Moet sterk zijn, want er moet gewicht gedragen worden. Goed bespierd is ook. De lengte moet in verhouding zijn. Dat is die 1 voor de voorhand, 1 voor de middenhand en eentje voor de achterhand. Niet zo'n hele lange rug en dan een kort kruis. Nee, het moet allemaal in verhouding zijn. En vloeiende aansluitingen. Wat niet gewenst is, een weke rug, een gezonken rug. Geen strakke rug en zeker geen karprug die opgewelfd is. Karprug is negatief, geeft een 4 voor cijfer, betekent dat die niet opgenomen wordt. Te weke rug, een zadelrug, wordt ook niet opgenomen. Dus je moet niet week zijn, niet strak zijn of een karprug zijn en zeker ook niet te lang zijn. Hier heb je een paar voorbeelden. Links een echte weke rug. Dan hebben we daar in het midden een strakke rug, dat is een plankje. De planken lopen iets naar beneden, maar het is wel een strak plankje. En rechts bovenaan, daar zie je een opgedrukte rug, een karpe rug. En dat is gewoon ongezond. Dat paard heeft pijn, dat paard kan helemaal niet meer bewegen. Dat is helemaal vastgegroeid. Dat is ook vaak geen beweging meer in te krijgen. Zo'n karperrug wordt met een 4 en zo'n linker, die wordt ook in ieder geval een onvoldoende beoordeeld op zijn bouw. Dan komen de lenden, dus het achterste deel. We willen sterke lenden hebben, breed, goed gespierd en met vloeiende overgang. Waarom moet die zo breed zijn? We willen geen wespetailles, dames misschien wel, maar bij de paarden niet. Waarom? De kracht komt van achteren. Daar zit de bespiering van de achterhand. En als die kracht naar voren moet, dan moet je brede lenden hebben. Dan moet dat stabiel zijn. Als dat te smal is, gaat dat draaien naar alle kanten. En dan gaat de kracht verloren. De kracht moet naar voren gericht worden. En dan kan er eigenlijk een kokervormig lijf eigenlijk bij hebben. Brede lenden. Belangrijk. Nou, hier hebben we weer een paar plaatjes. Links strakke lenden als een plankje. In het midden gedreven. Dat wilde zeggen opbollend, is onvoldoende. En rechts is week, dan krijg je zo'n glijbaantje. Ingezakt, is ook niet sterk, is ook niet goed. Daarna komt het kruis, we zijn dan bij het eind van de bovenlijn, het kruis. Het kruis moet lang zijn, lichthellend. Niet, de meeste Friezen hebben een te hellend kruis, helaas. We moeten toe naar een iets vlakker kruis. Veel belangrijk, want dan kun je veel meer kracht zetten. Een kruis wat al hellend is, daar zit geen beweging meer in. Hij moet naar onder komen. Hij moet dus, deze is eigenlijk een tikkeltje hellend. De vraag is alleen, hoe moet je kijken? Je moet hier naar de bovenkant van de heupknop kijken. Hier zit het zitbeen in. Je moet naar de achterkant van het zitbeen kijken. En als je een graad 1 lijn tekent van het bovenkant van het zitbeen naar de achterkant van het, sorry, de bovenkant van het heupbeen naar de achterkant van het zitbeen. De lengte van die lijn is belangrijk en die hoek van die lijn is belangrijk. Dus niet naar de bovenkant kijken, maar zie die denkbeeldige lijn. Je moet eigenlijk röntgenogen hebben. Je moet eigenlijk proberen die punten op te zoeken. Hier heb je een tekening daarvan. Dus je moet die van 2, dat is dat punt van die heupknop, naar het eindpunt van dat zitbeen. Die lijn moet je hebben, de lengte van die lijn is belangrijk. Die moet lang zijn, zodanig ook dat die in verhouding is tot dat middenstuk. Lang kruis geeft veel meer beweging. Kort kruis, dan gebeurt er niks als het een paar graden draait. Een lang kruis, wanneer dat draait, gebeurt er wel wat. En eerlijk gezegd, met kracht, als je hier een spier opzet, dan ben je veel sterker dan wanneer je hier een spier opzet. Zelfs met een sleutel waar je kracht mee wilt zetten, moet lang zijn en niet kort zijn. Goed, links een voorbeeld van een te hellend kruis en rechts een voorbeeld van een vlak kruis. Eigenlijk bijna te vlak, maar eerlijk gezegd, omdat wij te hellende kruisen hebben, zijn die iets rechte kruisen wel heel dankbaar, want daarmee kunnen we dus het ras wat verbeteren. En sommige hengsten brengen iets vlakkere kruisen. Dat kun je opzoeken in de fokwaardeindex. Nog het laatste punt van de bouw, broekspier. Broekspier, de spier aan de achterkant. Moet je ook weer kijken naar het eind van het zitbeen tot het einde van die spier. Die lengte moet meer zijn dan de lengte van de schenkel. Je hoort er zo de jury het praten over een blote schenkel of een te lange schenkel. Dan bedoelt hij eigenlijk, er zit te weinig bespiering aan die schenkel.
Eigenlijk is dan de broekspier gewoon te kort ten opzichte van de schenkel. Want dit noemen we de schenkel. Ja, dus het blote deel van de schenkel, het onbespierde deel van de schenkel, moet korter zijn dan eigenlijk dat andere punt. Goed, nou heel even, heel snel. Hier zit een beetje, heel mooi paard qua verhoudingen. Hier zit een beetje alles in. Rechthoeksmodel. De lengte moet iets meer zijn dan de hoogte. Hij moet verdeeld worden in 3 gelijke stukken. 1, 1, 1. De hoek van het kruis moet goed zijn, ongeveer 22 graden. De hoek van de schouder moet goed zijn, ongeveer 45, 50 graden. En de lengte van het beenwerk moet meer zijn dan de hoogte van het kruis. Nou, zo kun je natuurlijk nog meer dingen erin brengen. Maar dit geeft dus aan, dit is wat we graag willen zien. Dat maakt een paard mooi in de bouw. Het derde onderwerp is het onderwerp het beenwerk. Ik moet wat tempo maken. We gaan het hebben over de kwaliteit van het beenwerk, beengebreken, beenstanden en de hoeven. Heel kort even doorheen lopen. En de kwaliteit, daar hebben we het over. In ieder gewricht zit wat vocht. Er moet niet te veel vocht in zitten, want het betekent dat er iets mis zit. Als een paard pijn heeft in een gewricht, dan gaat hij meer vocht aanmaken. En ook bij de pezen, die moeten bloot liggen, moeten mooi schoon zijn. Dus we willen droog beenwerk hebben in de gewrichten en rondom de pezen. En niet zoals hier links veel vocht op de sprong. Hier aan de binnenkant, dit is erg, dit is bolspad. Dat betekent gewoon een 4. Hier heb je ook een fout beengebrek. Ernstig, hier zie je een knobbeltje op de pijp. Is helemaal niet erg, is een schoonheidsfout. Wordt niet meegeteld. Hier heb je zelfs een piephak. Piephak is niet mooi, maar het wordt niet meegeteld in de beoordeling. Het is een schoonheidsfoutje. Dus dit zijn, een schiefel noemen we dat, een klein bobbetje op een pijp. Of een piephak is dus geen schoonheidsfout. Maar hier hebben we onder de hak een verdikking. Ja, en dat is een duidelijke fout in de vorm van de sprong. Dus we beoordelen dus op deze manier heel gedetailleerd de benen. De beenstanden, daar, laten we daar heel kort over zijn. Van voor gezien 2 parallele lijnen. Van opzij gezien 1 rechte verticale lijn. En de hoek van de koten die moet ongeveer 45, 50 graden zijn. Achter iets steiler dan voor. Ja, dit is als je bokbenig, noemen we dat. Dit is correct, de tweede. En de derde zie je ook tegenwoordig al eens ooit een hol voorbinnen, een beetje een banaanvormig. Is absoluut niet gewenst, want dit geeft altijd op den duur slijtage in de knie. Als gewrichten niet mooi op elkaar komen, dan krijg je, als de gewrichten dus scheef op elkaar staan, dan krijg je aan één kant slijtage. En dat is dus absoluut ongewenst. Nou, hier eentje toontrainerstand staat een beetje, dus met de hoeven naar binnen. Links een Franse stand, iets naar buiten. En dat kun je vaak het beste zien als ze op je afstappen. Want eentje die toontredend is, die gaat naar buiten om. En diegene die Frans is, die gaat heel mooi scheppen. En dat andere heet dus maaien. Weekgekoot willen we ook niet, want dat gaat ook slijtage geven in de kogels en stijlgekoot geeft ook wat slijtage op den duur. Nou is deze wat overdreven omdat er dus schroeven onder zitten. Goed, van de achterbeen ook daarvoor geldt. Van achter gezien 2 nette parallele lijnen. En deze hoek is heel erg belangrijk, wordt heel erg sterk opgelet. De hoek tussen de pijp en de schenkel, die moet goed zijn. Als ze te krom zijn, dan hebben we het over sabelbenen of krom achterbeen, is een negatief iets. Maar ook recht achterbeen geeft veel slijtage, is ook niet gewenst. Nou, hier hebben we een voorbeeld van een krom achterbeen links en rechts van een recht achterbeen. Van achter gezien 2 parallele lijnen, niet koehakkig, dus met de hakken aan elkaar en ook niet o-benig, rechts een foto daarvan. Hoeven moeten groot zijn en wel gelijk. Als we dat gedaan hebben, dan hebben we het op stand, hebben we dan een paard beoordeeld. 3 onderdelen, hebben we 3 cijfers. En als we die 3 cijfers klaar hebben, dan gaan we stappen en draven. De cijfers voor stap en draf worden dus onafhankelijk van de cijfers voor exterieur vastgesteld. Cijfers voor stap en draf tellen overigens dubbel. Nou, dit moeten we niet te lang gaan doen. Belangrijk is dat we ruimte zien. Sorry, dat ging iets te snel.
We moeten... Er zijn altijd twee of drie benen op grond, er is geen zweefmoment. Het is een viertakt ritme. Als je dus luistert, moet je vier tikken horen met gelijke afstanden. Viertakt ritme. Wat is niet gewenst? Een laterale stap. Ik zal daar mijn teken laten zien wat dat betekent. We willen ook niet hebben een paard kort lang stapt achter. Als ik ongelijk ga stappen en de ene been verder naar voren breng dan het andere, is er iets mis. Een paard dat achter ongelijk of voor ongelijk stapt, dat is steeds een foutje en dat wordt dus behoorlijk aangerekend. We willen ook niet hebben een paard dat te ruim gaat stappen, want dan gaat hij met zijn hele achterhand meedraaien en dat geeft ook slijtage, gaat ten koste van de kracht. Ook niet kort, ook niet biljarderen, dat is draaien met die achterhand en zeker niet kramperig, dat wil zeggen dat hij de achterbenen plotseling op gaat tillen en ook nog ongelijk op gaat tillen. We willen wel hebben dat je ze goed optilt met buigingen naar voren brengt, maar niet dat snelle optillen, kramperige optillen. Nou, dit is even een hele belangrijke. Dat is, alle benen moeten onafhankelijk van elkaar gaan. Het achterbeen gaat naar voren en het voorbeen mag pas naar voren gaan op het moment dat het achterbeen daar is. Achterbeen moet het voorbeen verdrijven. Als het voorbeen tegelijk met het achterbeen naar voren gaat, dan hebben we dus wat we noemen een laterale beweging. En dat is dus absoluut onvoldoende. Maar soms zie je ook dat het voorbeen, achterbeen gaat naar voren en nog voordat het achterbeen er is, begint het voorbeen al te gaan. Het voorbeen is dan te snel weg. Achterbeen sluit niet aan. En dat is ook een taktfout. Dan krijg je niet die vier ritmes gelijke stukken. En dat betekent dus ook dat je een onvoldoende krijgt van de stap. En daar wordt vaak niet op gelet door de kijkers. Die wordt alleen maar op de ruimte gelet. Nee, de ruimte is belangrijk. De kracht, hij moet optillen, buiging geven. En de voorbeen moet wachten op het achterbeen. Om taktfouten zijn de ernstigste fouten. Goed, hier. Je ziet dat het voorbeen links en rechts ook zeker is al weg, nog voor het achterbeen in de buurt is. Dat is dus een kleine takfout in dit geval. Dan gaan we even naar de draf kijken. De draf is symmetrisch weer, een tweetaktritme. Dus als je luistert hoor je twee tikken, diagonaalsgewijs, dat is een zweefmoment. Je hebt dus links, achter, rechts, voor, die zet af, dan heeft hij vier benen van de grond, zweefmoment. Dan komt hij bij de andere diagonaal komt hij neer en zet weer af. Dus diagonaalsgewijs gaan die benen met een mooi zweefmoment daartussen. Takt, dus een zuiver tweetakt. Draf lengte willen we zien. Draf kracht met buiging en met veel kracht naar onder gebracht. Balans, en balans krijg je alleen maar als je een opwaarts paard hebt wat de achterbenen mooi onderbrengt. Hij moet als het ware kunnen dragen op één achterbeen. Dus dan moet hij in balans zijn. Dat achterbeen moet dus ver genoeg onder het zwaartepunt van het paard kunnen komen. We moeten een lang zweefmoment hebben, veel souplesse enzovoorts. Nou, hier heb je dat. Een voorbeeld, een tekening. Hoe kun je nou zien dat de achterhand dat die goed draagt? Dat het voorbeen, let op één ding altijd als je kijkt naar de draf. De schenkel moet minimaal verticaal komen. Want als de schenkel verticaal komt, dan komt deze hoef onder het zwaartepunt van de paard. Dan kan die, op het moment dat die neerkomt, heb je dus draging. Dan draagt die eigenlijk het hele gewicht. Die komt onder het zwaartepunt. Twee takten wil zeggen, dit achterbeen en dit voor moet tegelijk gaan. En die twee ook tegelijk. En dat kun je dus controleren. Dan moet dus deze afstand moet ongeveer gelijk zijn. Je kunt dus, wilt dus ook niet een traag achterbeen hebben. Een achterbeen wat niet meekomt met het voorbeen. Wat een beetje achter blijft hangen. Dus zeker geen paard dat erachter een beetje aan het wapperen is. Met een duwende beweging. Nee, we moeten een dragende beweging hebben. Die moet onderkomen. Goed, de dragende fase, als je voor neerkomt, dan gaat dat paard gaat naar voren. Dan heb je dus een deel dat dit paard draagt eigenlijk, dit deel van de beweging. En dat deel is het duwende deel. Dus de draagfase moet zeker zo groot zijn als de duwfase. En hier zie je dus een voorbeeld van links dat die meer duwend is. De dragende fase is te kort ten opzichte van de duwende fase. En rechts is het mooi gelijk, dus dat gaat prima. Hier twee voorbeelden. Ja, die moet nog wat verder naar voren, dat achterbeen. Die foto is eigenlijk iets te vroeg genomen.
maar wel opwaarts, en het paard komt wel in balans. En dat is echt een duwende beweging. Nou, dat paard moet duwende beweging hebben, want dat is een trekpaard, dus die moet kracht zetten naar achteren. Nou, hier heb je een heel mooie foto. De schenkel is ongeveer verticaal, dan komt deze, voordat hij neerkomt, komt hij daar terecht. Dan komt hij precies onder het zwaartepunt van de paard, maar ook onder het punt waar de ruiter is. En dan heb je dus een dragende draf, hij draagt lijf van het paard en van de ruiter. En eigenlijk kan hij op dat ene hoef kan hij zijn hele gewicht dus plaatsen. Wat we niet willen zien is een stekerige draf. Een stamperige draf, dus veel knieactie, maar niet voorwaarts. Paard is gemaakt om je ergens te brengen, niet om gaan staan te dansen, wat Oosterse Spanjaarden wel soms graag zien. Hij moet niet op de voorhand lopen, hij moet gedragen lopen, dus niet duiken, maar hij moet dragen. Hij moet zich niet lang maken, de rug niet wegdrukken, want een paard wat de rug wegdrukt, met die hals omhoog en die staart omhoog, dan kan die achterhand... Die achterkant kan, die staat, als dit het paard normaal is, als die rug hol wordt, dan blijft dat achterbeen daar. Dat kan nooit goed onder de achterhand komen. Dus die hele mooie staart erop, mensen, vergeet dat alsjeblieft. Dat zijn allemaal van die badkuipjes, waarbij de achterhand niet goed onderkomt. Hij moet juist die rug gebruiken. Ja, want die rug maakt deel uit van de kracht. Ook niet de hak en de staart trekken, dat is ook... Nee, hij moet wel... naar achter afzetten, maar dan moet hij naar voren. Ook geen hoog ritme, dan heb je weinig zweefmoment. Nou, hier heb je er eentje die duikt, zal dus nooit in balans komen. En je ziet ook dat de achterhand, hier zie je een duidelijk voorbeeld, dit is een traag achterbeen. De achterbeen had dus veel verder naar voren moeten zijn. En dat heeft ook te maken met dat duiken, die kan die achterhand nooit goed onderkrijgen. Dus die bouw voorspelt al eigenlijk dat hij in de beweging ook wat minder is. Nou, hebben we nog mooi 5 minuten voor het laatste stukje. We hebben 5 onderdelen. Voor alle 5 op stand doen we ras, bouw, beenwerk. Dan geven we 3 cijfers. Dan gaat hij stappen in een driehoek. Dan kunnen we van achter zien, opzij zien de ruimte. En van voren zien kunnen we zien of dat hij correct gaat. Geven we cijfer stap, daarna draven, 2 rondjes. Geven we cijfer draf. Stap en draf tellen dubbel. 5 cijfers, waarvan 2 dubbel. Dus hier hebben we al rastype bouwbeenwerk en stappen eraf naar de dubbel. We geven cijfers van 4 tot 9. Geen 10, geen 3. Een 6,5 is gemiddeld. Als je dus een paard hebt met gemiddeld 6,5, een 6, een 7, 6,5, dan heb je dus een gemiddeld Fries paard in het midden van de kwaliteit van ons ras. Dan krijg je wel een 1/3 premie. Dat wil je niet. Nee, je wilt altijd de beste hebben. Ik ook. Maar soms moet ik ook tevreden zijn met een 1/3 premie. Een 1/3 premie is namelijk een gemiddeld Fries paard, ook een goed fokpaard. Dat is dus een 1/3 premiepaard is een fokpaard. Zit in het midden van de kwaliteit. Je wilt graag beter, maar een 1/3 premie is netjes. 6,5 zijn goed. Op het eind, als we al die 5 cijfers hebben, dan gaan we even snel tellen. Is het gemiddelde van die 5 cijfers. Rasbouw, beenwerk en stappen eraf tellen dubbel. Dat zijn er eigenlijk 4. Hè? Dus de beweging is overigens meer dan de helft van onze beoordeling. Hè? Ongeveer 60%. Is het gemiddelde 7,5 of meer, dan krijgt hij een 1/3 premie. Oranje lintje. Is het 7 of meer gemiddeld, ster met een 2/premie. Rood lintje. 6,5 of meer, 1/3 premie. Soms zit dus die 1/3 premie iets boven het gemiddelde zelfs. 6 gemiddeld of meer, dan is het stamboek geen premie, nog altijd een gezond net paard. En is het minder, dan wordt hij niet opgenomen, dan is het dus wel iets fout. Als er 1 virus, dus 1 ding is echt gebrek, bij een ernstig beengebrek of een ernstige bouwfout of dat soort zaken, komt er 1 4 te staan, wordt hij niet opgenomen. Of dat nou een merrie, ruin of hengst is. Als er 2 5's staan, zijn 2 onderdelen van de 5 onvoldoende, wordt hij niet opgenomen. Als de beweging minder dan de 6,5 gemiddeld is, dus een 6 en een 6,5 bijvoorbeeld voor stappen eraf, dat is minder dan 6,5, kan hij niet ster worden, ook al heeft hij 8's en 9's voor rasbouw en beenwerk.
Beweging moet minimaal dus 6,5 gemiddeld zijn. Minimaal gemiddeld. Voor een ster, hè? Want sterren zijn goede predicaten. Dit is een beetje het systeem waarmee we werken. Eigenlijk vrij simpel. En dat moet in 5 minuten gebeuren. Nou, dit was heel snel. Als je nou meer wilt weten, we hebben een mooi boek gemaakt de afgelopen jaren. Sommigen van jullie hebben dat misschien al. Hier op de stand van de KPS is dat te koop. Daar staan alle onderwerpen hoofdstuksgewijs. Hoofdstuk 4 begint bij rastypen, daarvoor zijn inleidende hoofdstukken. Hoofdstuk 5 is bouw, hoofdstuk 6 is beenwerk, ja, enzovoort, enzovoort. Wat je ook kunt doen, is wat ik net al zei. Ga naar de KPS-site. Log in. En dan ga naar Mijn Paarden. Daar staat er ergens op zijn lange lijst staat Mijn Paarden. En als je dat opklikt, dan komt er een kolommetje met ledenservice. En onder ledenservice zie je dan ergens staan online beoordelingscursus. Als je daarop klikt, dan krijg je 8 keer een PowerPoint-presentatie. 8 keer, sorry, een online stuk. En daarin zie je dan ook een PowerPoint-presentatie. En dan zie je uitgebreid wat hier gedaan is nu. Dan gaat er een uur gaat het over rastype, een uur over bouw, een uur over beenwerk. Ook beengebreken wordt uitvoerig belicht, beweging een uur, enzovoort. We hebben het nog even over veulens, we hebben het nog over linea score. We hebben het over, heel belangrijk, over fokwaarden, de hengstenindex en al dat soort zaken. Daar komen een heleboel onder. Van de winter, nooit slecht weer is. Een uurtje tijd even aan en een paar dagen later nog weer eens een uurtje. Dan krijg je veel meer informatie, veel meer plaatjes, veel meer gedetailleerd. Dus daar kun je meer dingen vinden. Ik heb eigenlijk weinig tijd gegeven voor discussies, weinig tijd gegeven om uitleg te geven waarom willen we nou een vlakkruis of waarom willen we nou dit of dat. Daar heb je meer tijd nodig, maar die vindt u daar. Maar als er nu nog vragen zijn, dan hebben we nu nog even mooi tijd om nog wat vragen te beantwoorden.